Ja, ik weet niet of jullie gisteren een beetje internet hebben gevolgd, maar gisteren draaide ik Fool to Cry van de Rolling Stones. En dat was mijn allereerste schuifelplaat. En toen dacht ik van nou, elke dag ga ik gewoon iemand uitnodigen in het café om daar mee te schuifelen. Maar wij gaan zo direct George Michael gaan we draaien met Careless Whisper. En Carmen, waar ben je? Carmen, kom er even bij. Carmen Verheul is de nieuwslezer van Radio 2. En die hoorde je. Ben ik, ja, toch? Daar ben je nog. Jij zei dat George Michael dat je daar ook op geschuifeld hebt, hè? Ja, vroeger. Zeker. In lang geleden toen ik nog jong was. Dat is niet zo heel lang geleden, is dat? Heb ik hierop geschuifeld? Heb je hierop geschuifeld? Zullen wij gewoon kijken? Al deze mensen hier zijn daar getuige van. Zullen wij gewoon met z'n tweeën proberen in te kijken hoe? Ja, zullen we het in het café doen of zullen we het in de studio doen? Wat zullen we doen? In het café? Zullen we dat doen? Oké, nou dan gaan we even naar het café toe. Dan gaan we daar even een schuifeldansje maken met z'n tweeën. Ik ben benieuwd. Ja. Kom maar op. Ik vind dat eng als je dat zo hard tegen me zegt. En nummer 710 in de top 2000, Careless Whisper. En wij gaan erop dansen. Dit is George Michael. A silver screen